Joflo Bike Productions is een fietsenbedrijf waarbij studenten van de HAN in Nijmegen oude of kapotte fietsen opkoopt om die samen met Eritrese vluchtelingen op te knappen. Vervolgens verkopen ze de fietsen aan iedereen die een fiets nodig heeft. Met de winst van de fietsen zetten de studenten sociale activiteiten op in Nijmegen en omgeving. Met deze activiteiten hopen ze de Eritrese mannen uit Lent goed te laten integreren in de samenwerking met buurtbewoners in Nijmegen. Dat het een goed idee is, blijkt wel, want afgelopen maandag hebben de studenten meegedaan aan een wedstrijd van Jong Ondernemer Nederland. En daarbij eindigen ze op de eerste plaats. Ik ben van Joflo Bike Productions, ook in samenwerking met Ariane, Davy, Benjamin en Jason. Ja, het bedrijf is eigenlijk ontstaan nadat Jopie, mijn stiefvader, eigenlijk ging hobbyen met fietsen, oude fietsen opknappen. En dat was eerst heel leuk. Hij zei, ja, ik heb er heel veel fietsen over. Ik zei, ja, ik weet nog wel een paar vrienden hier in Nijmegen, die komen wel fietsen opkopen. En zodoende kreeg ik opeens heel veel vragen van, oh, heb je nog een fiets over, Floris? Heb je nog een fiets over? En toen begon het een beetje te rollen. Toen begon ik met het tweede leerjaar van culturele maatschappelijke vorming. En daar was het onderwerp om een onderneming te starten. En dat hebben we toen ook met Joflo gedaan. We hebben het eigenlijk een beetje samengetrokken, dus met mijn stiefvader. En er een mooi sociaal doel aan geplakt. Namelijk met de Eritrese mannen in Nijmegen Lent. Die oude fiets opknappen en verkopen. We verkopen eerst oude fiets op. Die knappen we op met de Eritrese mannen op een werkplaats. Dat doen we dan in samenwerking met vrijwilligers, professionals, kennissen die verstand hebben van fietsen maken. En daarnaast gaan we dan de fietsen verkopen aan studenten, bijvoorbeeld jullie en andere studenten in Nijmegen. Maar iedereen is natuurlijk welkom om een fiets te kopen. Het verschilt allemaal van kleine en grote fietsen, heel verschillend. Afgelopen maandag hebben we meegedaan aan Jong Ondernemen, Nederland Oost. Het zijn eigenlijk heel veel ondernemingen zoals wij, Joflo Bike Productions, die dan gaan battelen met elkaar. En wij hadden gewonnen. Eerste prijs te pakken, ja, super vet.